Weet je, ik heb het gezegd en nu weten we dus dat het ook zo was. Weet je nog dat het Nederlands kabinet ooit eens inklapte, zogenaamd op streng asielbeleid, ja of nee, maar daadwerkelijk dat gewoon Rutte, die eeuwig aan de macht is gebleven, eerlijk gezegd, en verschillende moties van wantrouwen heeft overleefd, nipt het overleefd, omdat VVD natuurlijk de grootste partij was van Nederland op dat moment, dat hij plots ineens het kabinet in liet klappen. En dat hij ineens ook zei van, ja, maar ik ga nooit meer de politiek in. Ik ga de politiek verlaten, want ik heb er genoeg van. Voor mij is het weer, misschien dat ik weer terug ga naar lesgeven of zoiets. Of misschien dat ik, weet ik veel, ik weet niet helemaal wat ik ga doen. Misschien dat ik met pensioen ga of zo. En ja, op dat moment dacht ik bij mezelf al van, geloven wij dit? Nee, wat zit hierachter precies? En ik had toen ook al mezelf gehoord dat het misschien wel zou komen omdat hij eigenlijk aan het aasen was op een topbaantje. Misschien in de EU, misschien in NAVO, zoiets, weet je wel. Want het einde van de Europese basis is er ook weer aan te komen. Michel, die heeft ook ondertussen weer gezegd dat hij zijn baantje op wil zeggen, omdat hij liever het parlement ingaat. En dan blijkt ook weer dat hij toch niet gaat, want deze mensen, ik kan ze niet vertrouwen. Ze zeggen het een, ze zeggen het andere. Dus misschien dat hij zijn oog had laten vallen op de presidentschap van de Europese Commissie of zoiets. Maar aan de andere kant was er ook heel goed mogelijk dat hij liever NAVO-baas zou worden. Want vergeet niet dat de Noor Stoltenberg, die geeft er ook de brui aan ondertussen. Die heeft ook genoeg gehad. En blijkbaar niet dat hij ook daadwerkelijk opgeeft hoor. Want vergeet niet, die heeft straks een baantje waarschijnlijk voor het Internationaal Monetair Fonds of zoiets. Ik bedoel, het is allemaal oude jongens krentenbrood. De ene hand wast de ander. Zorgen voor elkaar. Goed, ik zei toen al dus van dat ik het niet vertrouwde. Dat ik zijn motivatie niet vertrouwde. Omdat de man een leugenaar is. En nou blijkt dus dat ook al zei hij van ik wil helemaal geen NAVO-baas worden. En dat zei hij ook. Rutte zei ik wil geen NAVO-baas worden. Ik wil helemaal niet in de politiek. Ik heb er genoeg van. En nu zijn we dus een paar maanden later verder. Terwijl hij nog steeds, om de een of andere reden, demissionair premier is die de baas van het land, terwijl hij toen al heeft gezegd dat hij er eigenlijk mee ophoudt en dat het kabinet geklapt is. Maar op dit moment zit hij nog steeds. Op dit moment klopt dat natuurlijk niet. Oké, het is juridisch, volgens de regeltjes klopt het wel, maar ethisch gesproken is het natuurlijk een grote puinzooi. Goed, toen heeft hij gezegd van, ah, maar ik wil helemaal niet meer in de politiek. Ik wil ook geen NAVO-baas worden. Nu blijkt plots dat, ah, hij is ondertussen al bij de president van de VS op sollicitatiegesprek geweest. En die heeft hem gevraagd, officieel gevraagd, of hij baas van de NAVO wil worden. En ondertussen heeft Rutte Fijn gezegd, onze Mark Fijn gezegd, van ja, eigenlijk wil ik best wel baas van de NAVO worden. Kortom, hij heeft zijn spelletje weer gespeeld. Hij heeft weer gewoon door zijn tanden gelogen. De leugenaar dat hij is. Omdat hij uiteindelijk gewoon flink betaald wil worden. Dat is altijd waar Mark het om doet. Om betaald te krijgen. Om betaald te krijgen van zijn meesters. Van zijn heer en meester in de VS, in Amerika. Want daar werkt hij uiteindelijk voor natuurlijk. Hij werkt voor Amerika en voor niemand anders. Dacht je echt dat Mark Rutte voor Nederland werkt? De Nederlandse landsbelangen behartigt? Kom op, zo. Kom op nou. Je hebt toch de afgelopen 15 jaar gezien hoe hij Nederland compleet heeft gesloopt. Hoe hij Nederland compleet heeft geliberaliseerd. Hoe de hele Nederlandse economie ondertussen aan het buitenland is verkocht. Voornamelijk aan Duitsland en Frankrijk en de VS. Hoe wij zelf niks meer bouwen. Hoe wij bijvoorbeeld ook een voorbeeld daarvan, die F-35, weet je wel. Want ik heb daar ook tegen geageerd natuurlijk. Want het is idioot dat niemand in Nederland wou die F-35. Echt niemand. Behalve Rutte en de politiek. Behalve. Behalve, wat was het? Behalve ook Matt Herber van toen, weet je nog wel. Die een tijdje de Leidsche Fortuin aan het aanvoeren was. En Leefbaar Nederland aan het aanvoeren was. Die op een tijdje hoge ogen gooide natuurlijk als zijnde de opvolger van Fortuyn. En dat bleek al snel dat het ook een ongelooflijke verrader was natuurlijk. Een ongelooflijke globalist was. Omdat hij ook al heel snel heeft gezegd van ja, F-35. Geen Nederlandse eigen
straaljager die wij in Nederland best kunnen bouwen. Want die vakkennis die hebben wij al sinds jaren en jaren. Niet jaren, die hebben we al sinds 1914. Vergeet niet dat wij al als Nederland al vakkennis hebben op het gebied van luchtvaart. Fokker was echt een van de eerste beste vliegtuigfabrieken ter wereld. En daar hebben we op voortgebouwd en voortgebouwd. Dus die kennis om zo'n ding te bouwen, om zijn eigen straaljager in Nederland te bouwen, dat kunnen wij best. Dat kunnen wij best. Ik bedoel, als de Zweden het kunnen in Zweden, waarom kunnen wij dat in Nederland? Er zijn verdomme meer Nederlanders dan Zweden. Er zijn meer Nederlanders in Nederland dan er Zweden in Zweden zijn. Maar in Zweden kunnen ze wel Saabs bouwen. In Nederland kunnen wij geen Fokkers bouwen. Waarom niet? Omdat het allemaal is geprivatiseerd en verkocht is aan het buitenland. In stukken gehakt, verkocht. Dat zie je bij de hele Nederlandse economie. En wie is daar verantwoordelijk voor geweest? Nou, dat zijn de neoliberalen geweest. En dat zijn in het bijzonder de VVD geweest. En in het bijzonder is dat Rutte geweest. Echt waar, de VVD, CDA, D66, dat zijn echt kwalijke, kwalijke partijen die Nederland hebben uitgekleed. De Nederlandse economie hebben uitgekleed. En deze man, ja, die dus dit heeft gedaan, die nooit de belangen van Nederland heeft behartigd, maar altijd voor de belangen van de VS heeft gewerkt, die daadwerkelijk van Nederland een Amerikaans protectoraat heeft gemaakt, een economische kolonie heeft gemaakt. Deze man die niet in het potentieel van Nederland zelf gelooft, heeft hij aangetoond. Deze man die buitenlandse vlaggen op het binnenhof hijst in plaats van de Nederlandse. Deze man die dus heeft gezegd dat hij helemaal geen ambitie had om de baas van NAVO te worden, heeft nu dus plots gezegd: eigenlijk heb ik wel ambitie om de baas van NAVO te worden. Aha. Had je niet gedacht? Eigenlijk wel. Ik vind het toch eigenlijk. Iedereen heeft zo gevraagd en ze waren allemaal zo vriendelijk toen ze het vroegen. Dat ik eigenlijk heb gezegd van ja, ik wil het toch eigenlijk wel. Eigenlijk doe ik het wel. Ik bedoel, ik krijg mooi betaald. En dat is leuk natuurlijk, dat ik mooi betaald krijg. Dat ik dik betaald krijg. En dat ik ook geen belasting hoef te betalen over mijn gigantische inkomen. Dat is fijn. En het is ook fijn, toch? Dat iedereen dat zo vriendelijk gevraagd heeft. Omdat ze zoveel vertrouwen in me hebben. Dat is Mark Rutte. Nou, persoonlijk geloof ik dus dat Mark Rutte is echt de grootste slang van Nederland intussen. En wij hebben veel slangen in Nederland. Wij hebben gigantisch veel slangen in Nederland. Echt, het is idioot hoeveel slangen er in de Tweede Kamer zitten. Hoeveel slangen er in het kabinet zitten. We hebben ze gezien. Ik bedoel, nee, weet je nog, Grapperhaus, Hugo, de BBB. Geert Wilders. Het zijn slangen. Allemaal. Allemaal slangen. Ze zijn allemaal landverraders. Allemaal. Ze hebben allemaal de Nederlandse landsbelangen verkocht aan het buitenland. Verschillende buitenlanden. Verschillende landen. Sommigen, zoals de VVD, die geven de voorkeur aan om Nederland te verkopen aan de VS. Sommigen, zoals D66, die geven de voorkeur aan om Nederland te verkopen aan Brussel. Sommigen, zoals de PVV, geven er de voorkeur aan om net te verkopen aan Rusland. En ook de VS. Maar uiteindelijk zijn het allemaal landverraders. Uiteindelijk worden Nederlandse belangen, de belangen van Nederlanders zelf, niet behartigd door de partijen die op dit moment in het Nederlandse politieke bestel te vinden zijn. En het is dus de aanvoerder van deze slangen, de hoofdslang. Die dus eerst heeft gezegd van ja, maar ik heb helemaal geen ambitie om NAVO-baas te worden. Heeft nu dus gezegd van ja, ik heb eigenlijk wel ambitie om NAVO-baas te worden. Verrassing. Nou weet je wat, ik ben nu eigenlijk in twee gedachten hierover. Ik hink op twee gedachten hierover. Aan de ene kant zeg ik van nee, dit is echt, deze man moet echt niet baas van de NAVO worden. Omdat de NAVO ook kwaadaardig genoeg is. Aan de andere kant
denk ik ook van misschien moet hij wel baas van de NAVO worden. Zodat als Nederland uit de NAVO stapt en de NAVO helemaal instort, omdat het zo ongelooflijk ondemocratisch is. En omdat eigenlijk niemand meer in de VS gelooft, omdat ze over de hele wereld gewoon misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden begaan. En dan tegelijkertijd zeggen dat ze zelf zo vrij en democratisch zijn. Ik bedoel, dat is schijnheiligheid. Als de NAVO inklapt en instort, terwijl Rutte daarvan de voorzitter is, de president is of wat dan ook, de secretaris-generaal is. Dan zou dat dus daadwerkelijk in de geschiedenis gaan als hij is de secretaris-generaal die de NAVO heeft in laten klappen. Dat is één kant misschien, ik bedoel, dat zou fijn zijn toch? Dat zou fijn zijn als hij het einde van de NAVO zou inluiden. Maar aan de andere kant verdient hij het werkelijk om zo'n gigantisch inkomen te krijgen dat belastingvrij is. Dat hij gewoon geen zak hoeft te doen eigenlijk behalve zo nu en dan papegaaien wat de VS zegt. Het is, wat is de beste optie hier? Nou, weet je wat de beste optie is? Dat hij het gewoon niet verdient. Want hij heeft gezegd dat hij niet wou. Dus dan misschien moet hij dan maar gewoon bij zijn woord blijven. Want laten we eerlijk zijn. Mark Rutte is de grootste leugenaar van Nederland. Mark Rutte is een landverrader. En Mark Rutte verdient het niet om nu nog een fijn, leuk, dik betaald baantje te krijgen. Waar hij die weer betaald krijgt door de belastingbetaler. Om verder helemaal geen flikker uit te voeren. Dus nee. Nee, Mark Rutte. Nee. Jij hebt je kans gehad. Je hebt er genoeg schade aangericht. En nu is het tijd om op te rotten. Op te rotten. En zoals je zelf al zei, eens tegen de camera, om je bek te houden. Ja? Want Mark Rutte is het probleem. En de partij waar hij lid van is, de VVD, is het probleem. En alle partijen daaromheen, die gewoon fijn met de VVD hebben meegewerkt voor jaren. En dan heb ik het specifiek over D66. En ook de PVV, de schaduwgedoogpartner van Rutte en de VVD. Die partijen zijn het probleem. Die partijen zijn het probleem. En laat je niet in de luren leggen door deze partijen. Laat je niet in de luren leggen door deze systeempartijen, die gewoon voor de status quo staan. Voor steeds hetzelfde. Want Nederland heeft namelijk wel potentieel. Nederland heeft potentieel om geweldig te zijn, fantastisch te zijn. Als je kijkt, zie je het potentieel. Maar de vraag is, willen wij als Nederlanders daadwerkelijk ons potentieel bereiken? Nou, ik wel. Ik wil dat Nederland het potentieel van Nederland bereikt. Dat het onafhankelijk is, dat het op zichzelf staat, dat het zelfredzaam is, dat het weer een beetje ballen heeft, dat het weer een beetje kracht heeft in de wereld, dat het niet gewoon slaafs de bevelen uit Washington opvolgt, dat het ook niet slaafs is aan de bevelen die uit Brussel komen, maar dat het gewoon zijn eigen koers uitstippelt en dat het tegelijkertijd samenwerkt met de rest van Europa en ook de toon aanvoert in de rest van Europa en ook een beetje moraliteit laat zien, een beetje ethisch besef laat zien en ook gewoon beter wordt dan het de afgelopen 50 jaar geweest is. Is dat te veel gevraagd? Is dat te veel gevraagd? Voor mij niet, voor de partijen, systeempartijen van het kabinet wel, duidelijk. En daar moeten we wat aan doen.